Dames en heren, jongens en meisjes, bijzonder goede avond en welkom bij de programmering van Look TV. Ja, vanavond zitten we live op de Lange Haven, u heeft het al een beetje gezien. En het is zover 2017 en we gaan weer de gondelvaart beleven. Nou, ik zal u zeggen, het is een overweldigende gebeurtenis. We zitten hier live op de boot van de scouting, daar gaan we straks nog wat meer over vertellen. Maar ik hoop dat u het in ieder geval heel erg leuk gaat vinden om na een aantal jaren weer een keer te kijken naar die gondelvaart. Ik kan u vertellen, vanaf dit schip gezien, het is ontzettend druk. Nou, u ziet het aan onze cameraman Brian, die zoomt eventjes in op de kaders. En dat kan natuurlijk ook niet anders, want Schiedam heeft jarenlang zonder de gondelvaart gedaan. En u weet het, brandersfeesten zonder gondelvaart, dat is een eitje zonder zout. Wij gaan vanavond een impressie geven. Er gaan gelukkig weer meer boten meedoen die beter versierd zijn. U weet wel, de laatste versies was het af en toe nog wel eens wat magertjes. Maar de organisatie heeft gezegd, weet je wat we doen? We gaan dat eens wat strenger selecteren. En we gaan zo eens kijken wat ons allemaal tegemoet gaat komen. Nou, voor de mensen die denken van, we gaan nu nog even naar de stad om naar de gondelvaart te kijken. Die moet ik teleurstellen. Die zullen toch heel snel moeten komen. Want het gaat wel zo'n beetje zo beginnen. En tussen 9 en 10 uur krijgt u live vanaf Look TV een impressie van deze gondelvaart. Aantal schepen wat meedoet, 17 stuks, dus dat belooft veel. En er zitten niet meer zoals vroeger van die tussenbootjes tussen met een lampje of een peertje. Het is, als het goed is, allemaal goed versierd. Nou, we hebben er vreselijk veel zin in. Het is altijd even een spannend moment om te kijken of het allemaal gaat lukken. Maar je ziet het ook aan de kant. De mensen die aan de kant zitten, die zitten ook volop mee te genieten. Het is wel zo. Het was vandaag prachtig weer, maar het is behoorlijk aan het afkoelen. En ik denk al dat we zo onder de 10 graden zitten nu, zo'n beetje. Maar dat betekent gewoon vanavond lekker een dikke jas aan hebben, handschoenen aan. En de brandersfeesten 2017 die gaan weer ouderwets de lucht in. U ziet op het ogenblik al een impressie van de sfeer van de omgeving waar wij zitten. Nou, de kaders zijn zo goed als gevuld. Mensen veel op de boten, ook kennissen, familie uitgenodigd. Ook wat schepen van de horeca zichtbaar. Nou, daar zit je natuurlijk helemaal goed. Met een droogje, een natje, een drankje. En laten we hopen dat ook deze mensen vanavond een fantastische avond krijgen. Ja, voor ons wordt het ook een beetje spannend om te kijken van wie gaan we allemaal in beeld krijgen. Want er zullen ongetwijfeld vast veel bekende Schiedammers door het beeld heen gaan. Maar dit keer dan wel via de boot natuurlijk. Nou, u ziet ook nog eventjes wat kleine bootjes heen en weer varen. Dat is om de spanning er even uit te gooien. Maar daarna moet het toch allemaal losgaan. Even de impressie van vandaag. Nou, brandersfeesten zijn vandaag fantastisch begonnen. Kan ook niet anders. Eigenlijk gisteravond al, toen is de kop eraf gegaan. Maar met mooi weer, met veel evenementen, gaat Schiedam zichzelf weer eens behoorlijk op de kaart zetten. Normaal gesproken zo'n 250.000 mensen in een weekend. Maar met dit weer zou dat getal best wel eens overtroffen kunnen worden. Voor de mensen die alsnog naar de stad willen komen, moet ik er alleen wel bij vertellen. U weet het, er zijn 3 bruggen op dit parcours. Waarvan er 2 openstaan en 1 altijd verplicht dicht is. Dus mocht u heel snel willen komen, dan kan het zijn dat u voor een open brug terechtkomt. Dus dat moet u even in de gaten houden. Ja, het mooiste zijn natuurlijk de bewoners, hè? De mensen op de Lange Haven zelf. Lekker voor het raam staan, veel familie uitgenodigd, veel kennissen. En die gaan vanavond heerlijk genieten. Want het is natuurlijk niet alleen de gondelvaart. U begrijpt, na de gondelvaart, dan gaat het los. Nou, ik ben vanmiddag even een rondje door de stad wezen kijken. Alle horecaondernemers hebben alles uit de kast getrokken om er een fantastisch feest van te maken. Veel levende muziek, vanavond ook nog. En morgen natuurlijk de grote zondagpromenade. Ik zeg wel eens gekscherend, dat is de reunie van Schiedam. Wanneer je mensen een heel tijd niet gezien hebt, morgen naar de brandersfeesten komen. En ik weet zeker dat u ze ongetwijfeld tegen kunt komen. Nou, voor de mensen die al vaker de brandersfeesten hebben meegemaakt. Die mensen die weten, het hangt of staat met het weer. We hebben ook brandersfeesten meegemaakt met regen en storm. Nou, dan is het natuurlijk niet leuk. Maar ja, met deze ambiance, met dit weer, kan het haast niet anders dan een geweldige versie worden.
Nou, de schepen die meedoen, die kunnen eigenlijk overal vandaan komen. Als u denkt dat er boten alleen maar uit Schiedam komen, schepen moet ik zeggen, dan vergist u zich. Want er zijn heel veel mensen van buiten Schiedam hierheen gekomen. En die mensen gaan natuurlijk vanavond laten zien, ja, hoe mooi zij hun schip versierd hebben. Nou, u ziet het, de bruggen hier op de Lange Haven, die staan natuurlijk allemaal wagenwijd open. Men komt vanaf het Doelenplein, vaart de Lange Haven door en dan wordt er doorgevaren. En dan bij Nolet, daar wordt gekeerd en dan komen de schepen alsnog weer terug. Heel veel mensen natuurlijk vanavond ook actief, vrijwilligers. Mensen die voor de veiligheid zorgen, de politie natuurlijk op de achtergrond. Want dat is al belangrijk bij zo'n feest. Het moet natuurlijk wel één groot feest blijven. En dat geldt natuurlijk vanavond helemaal voor de mensen die lekker doorgaan in de horeca. Lekker doorgaan, gezellig wat drinken. Maar we moeten allemaal weer heel thuis komen. Dus dat is wel belangrijk op deze avond. Ondertussen kan ik u wel vertellen dat wij ontzettend blij zijn met de twee scoutingverenigingen. Scouting van Haren en Scouting Franciscus Lodewijk. Zij hebben hun diensten aangeboden. Zij hebben gezegd, Loop TV, oude traditie wordt weer opgepakt. Gondelvaart wordt live uitgezonden. Wij zijn jullie altijd behulpzaam. Nou, ik kan u niet anders zeggen. We zitten hier met vier man van Loop TV. We worden als een prins onthaald. Alles is er. We kunnen lekker koffie drinken. Dus wat ons betreft, wij zijn er helemaal klaar voor. Nou, het zal spannend worden wat de volgorde is. En natuurlijk voor u thuis natuurlijk leuk om te kijken, ja, wie vaart er wel mee vanuit Schiedam? Hè? Wat zijn de organisaties of verenigingen die wel mee varen? Ik kan u wel eens verklappen dat ik vanmiddag heb staan praten met de eigenaar van de Dolfijn. Dat is ook altijd een schip wat meevaart. En ja, daar zijn wel heel veel bekende Schiedammers op te zien. Dus dat gaan we straks allemaal zien. De boot van Theo Dolleman is dat. U ziet het, bij sommige mensen was het al heel vroeg dag. Ja, en dan moet er af en toe even gegild worden. Maar dat is gewoon allemaal de spanning. Wat ik altijd prachtig vind met die gondelvaart, dat zijn natuurlijk de gezinnen. De ouders die tegen de kinderen zeggen van, lekker dik aankleden. We gaan vanavond dus niet op tijd naar bed. We gaan vanavond eens naar de stad toe. En dan ga je dat meemaken. Want iedere Schiedammer, of je nou hier geboren bent of dat je import bent, je moet dat een keer meegemaakt hebben. Nou, u hoort op de achtergrond de hulpverlening. Laten we hopen dat dat meevalt. Maar u moet zich voorstellen, u zult misschien zeggen van, nou, het is 9 uur geweest, laat die boten maar langskomen. Maar zij beginnen natuurlijk op de Buitenhavenweg. Nee, zeg ik helemaal verkeerd. Zij beginnen bij het Doelenplein, zo moet ik het zeggen. Dus voordat de boten ons bereikt hebben, wij zitten ongeveer ter hoogte van Uniek, het café-restaurant. Dus dat kan betekenen dat het nog wel eventjes duurt. Maar vooralsnog zijn we blij om u hiervan een impressie te geven. Ja, en als dit geen mooi plaatje van Schiedam is, dat kan wat mij betreft de hele wereld over, dan weten wij het ook niet meer, want dit is toch wel het visitekaartje van Schiedam. Het is een beetje vol verwachting, klopt ons hart. Wie gaat er het eerst ons passeren? Maar het moet ook natuurlijk niet te snel gaan. Want dan is de vreugde zo voorbij. En wanneer u goed oplet, dan ziet u zo'n beetje van rechtsboven. Nou, rechts in het midden moet ik zeggen. Daar komt het eerste schip aan. Nou, ik hoef u niet te verklappen. Dat ziet er al op voorhand prachtig uit. En wat een schitterende locatie hebben wij. We zitten hier helemaal vrij, dankzij de scouting. Ze hebben ook alle boten in de omgeving weggestuurd. Alle masten zijn naar beneden gehaald. En dat betekent dat cameraman Brian Koopmans de plaatjes van zijn leven kan schieten. Nou, je moet je voorstellen, Brian staat buiten op het dek. Samen met Patrick. Nee, niet Patrick, zeg ik het weer verkeerd. Met Robert. Patrick zit lekker thuis mee te kijken. En Tino en ik zitten beneden in de kajuit. Tino zorgt voor de techniek.
En ik zit met u mee te kijken wat er allemaal te zien is. Ik kan u vertellen dat het eerste schip wat ons gaat bereiken, en daar moet ik een slag om de arm houden, want ik heb een lijstje gekregen met een volgorde van schepen, maar u weet het, soms kan dat nog wel eens eventjes veranderen. Maar wanneer het goed is, dan zou dit eerste schip namens de brandweer Schiedam zijn. Maar daar zijn ze nog net iets te ver weg voor. Dus we gaan even afwachten wat ons tegemoet vaart. Nou, tot mijn vreugde kan ik u mededelen dat de lijst die ik heb gekregen al niet meer klopt. En dat maakt het alleen maar hartstikke leuk. Maakt het voor ons ook een beetje spannend. Voor zover Tino en ik het kunnen inschatten, zitten we te kijken naar een fragment uit Belle en het Beest. En wellicht dat het schip nog een nummer heeft dat we daaraan kunnen refereren. Maar dat is wel jammer. De informatie die we gekregen hebben was minimaal. Dus we gaan het gewoon, zoals het heet, uit het hoofd doen. Nou, wat in ieder geval wel opvalt is dat het tempo, u ziet het, is heel rustig. Want de mensen moeten natuurlijk ook wel kunnen kijken. En genieten vooral. Wanneer mijn laatste informatie die mij net bereikt klopt, dan zou dit de scouting moeten zijn. En dat zou kunnen betekenen dat men niet van 1 naar 17 heeft geteld, maar van 17 naar 1 terug. We laten het rustig over ons heen komen. U zit lekker thuis, misschien een kopje koffie erbij. Heerlijk de zaterdagavond. En ik heb de indruk inderdaad dat dit een fragment is uit Belle en het Beest. En dan zou dit een schip van de scouting moeten zijn. Wat wel altijd variërend is. Het ene schip heeft geluid, heeft muziek, heeft een band. Anderen laten gewoon zien, beelden iets uit. Dus dat is ook het leuke een beetje van deze avond. Nou, ik denk dat deze beelden bij u verrassend in de huiskamer zullen overkomen. Voor de mensen die zojuist de televisie hebben aangezet en denkt, wat is dit voor reportage? U kijkt naar Loek Televisie, de Stadsomroep live. En we zijn bezig met het uitzenden van de gondelvaart. De gondelvaart die jarenlang niet heeft kunnen plaatsvinden in verband met het herstellen van de kaders op de Lange Haven. Maar dit jaar werd het sein op groen gezet. De kaders waren weer in orde en men kon lekker meedoen. Men kon weer een gondelvaart organiseren. Men kon weer waterspelen organiseren. En dat hebben we vandaag al gezien. En zoals gezegd, vanavond de gondelvaart. Nou, voor de liefhebbers van Disney is dit natuurlijk een appeltje-eitje verhaal. Belle en het Beest. Ik denk dat veel ouderen van u ook nog wel daarmee kennis hebben gemaakt. Wellicht met het kijken met de kinderen of de kleinkinderen. Maar u moet zich wel realiseren dat dat versieren en dat uitbeelden natuurlijk niet een kwestie is van dat doen we van de week even op twee verloren avonden. Mensen zijn daar soms maanden mee bezig om dat helemaal zo prachtig mooi te krijgen. Nou, u hoort het, hè? U hoort het applaus aan de kant. Ik kan u wel vertellen uit eigen ervaring dat het
nog veel fantastischer is wanneer je op een schip zelf zit en je mag meevaren. We hebben dat één keer live gedaan met Radio Schiedam. Het is ongelooflijk wat je dan meemaakt als je ziet hoeveel mensen er aan de kade staan en hoe leuk mensen dit vinden. We leven toch in een tijd dat alles snel gaat en het moet allemaal flitsen. Maar zo'n gondelvaart blijft voor jong en oud toch een spektakel om te zien. Nou, het leuke is, wij zitten hier op het schip aan de kant, zou ik maar zeggen. En het applaus van de mensen en de bewonderingskreten die vliegen ons om de oren. Ik hoor een moeder nu net zo door het raam tegen haar dochter roepen. Het is geweldig. En laten we eerlijk wezen, wanneer je klein bent en je hebt dit nog nooit meegemaakt, dit is toch een ervaring, zoals gezegd, moet je een keer meemaken. Aardig is altijd dat tijdens zo'n avond mensen altijd zoiets willen hebben van hoeveel mensen zouden er nu zijn. Nou, dat is natuurlijk lastig tellen, maar hoort het, de waardering erom is niet minder. Mensen vinden het schitterend. Trouwens, voor de mensen die dit uitbeelden, deze jonge dame, die zal toch de avond van haar leven hebben. Je zal dat maar mee mogen maken, je zal daar maar op dat schip staan. Dat moet toch een geweldige herinnering voor later blijven. Ik zie dat de klok ook opgewonden is, letterlijk en figuurlijk. Die heeft er ook zin in. Nou is het mooie moment. Wij kunnen het nu zowel op de monitor zien als het schip vaart nu echt letterlijk langs ons. Hoor eens eventjes, wat mooi. Ik heb niet veel verstand van snelheid, maar ik denk 3-4 kilometer per uur, Tino. Ja, dat is wel zo'n beetje. Maar u ziet het, hè. Het is dus niet alleen een kwestie van verkleden en een paar lampen ophangen. Je ziet dat er ook een heel decor omheen is gebouwd, hè. En dat maakt het natuurlijk helemaal fantastisch mooi. Ja, kijk, kopje koffie. Nou, ik weet niet of u thuis al aan de koffie zit. Wij zijn in ieder geval keurig voorzien. Ja, dat zijn toch echt de plaatjes die we moeten hebben vanavond. En wat boffen we, ik zeg het nogmaals, wat boffen we met dit prachtige weer. Het is koud, het is helder. Maar het is wel het weer wat je moet hebben met zo'n gondelvaart. Nou, en dan ben ik toch benieuwd hoe de volgorde is. Of mijn volgorde nu verder klopt. Beauty and the Beast, scouting burgemeester van Haren. Nou, dan heb ik toch de hoop dat mijn lijstje omgedraaid is ingeleverd. En we gaan er gewoon vrolijk voor zitten. Compliment in ieder geval voor de mensen die dit schip zo mooi hebben gemaakt. Ook de mensen die op het schip actief zijn. En ik denk dat deze jonge dame, wanneer ze vanavond thuis komt, wel toe is aan schoentjes uit, voetjes op tafel. En lekker nog eventjes nagenieten. Nou, u ziet het op de achtergrond, hè? Hoeveel mensen er zijn. Dat is toch elk jaar weer een verrassing. Je denkt zo rond een uur of zes, nou, het zal wel druk worden. Maar wanneer je dus nu kijkt, dan zie je dus hoe vreselijk druk het is geworden. En nogmaals, het is natuurlijk wel een belevenis om dit een keer mee te maken.
Nou, was het even een beetje vooruitblikkend naar morgen. Ja, morgen is de grote omloop. Dan is er van alles te doen. Veel winkeltjes, veel kraampjes zetten hun beste beentje voor. En dat betekent gewoon dat u morgen nou niet veel geld moet nemen. Maar neem toch eventjes een paar centjes mee. Je weet nooit waar je tegenaan loopt. Nou, u ziet aan de overkant bij de cafeetjes, daar wordt goed de handel gedaan. Daar is het druk. Daar zitten de mensen lekker op een terrasje met een versnaperingetje. En laten we eerlijk wezen, daar zal vast een bitterballetje bij horen. Er is geen mooier brandersfeest, er is geen mooier gondelvaart te beleven dan lekker na afloop een bitterballetje. Nou, nu gaan we het plaatje raden zien, we bekenden. U zult thuis denken, nou die jonge man die moet naar bed toe. En het is raden. Hoeveel bekenden zien u vanavond? Nou, dat maakt het toch allemaal weer leuk. Een echt Schiedams feestje met een nationale allure. Dat is het mooiste wat we hier kunnen hebben. Nou, we gaan kijken wat ons te wachten staat. Eerste schip is gepasseerd. Bellen en het beest. Scouting van Haren. Dus we zijn benieuwd wat ons nu te wachten staat. Ik zie daar al wat aankomen. In ieder geval mooi verlicht. Nou, u hoort het. Daar is de muziek gewoon lekker opgezet. Onder het motto, we maken er een heerlijk avondje van. Ik hoor al hier op de kade een kind hoopvol roepen Sinterklaas. Nou, zover is het nog niet. Maar zij hebben er wel zin in. Nou, ik ga het gokken. Wellicht dat Brian er straks op in kan zoomen. Ik denk dat het de watersportvereniging Nautica is. Nou, dit is de muziek die we moeten hebben. Je bent sexy als je danst. Soms kan het ook wel eens tegenzitten. Ik weet een aantal jaren geleden was een van de laatste schepen die had een partij licht en geluid. En ze kwamen zeg maar bij de Korenbeurs voorlangs. Licht viel uit, geluid viel uit. En dat was het. Ja hoor, we zitten op de goede lijn. Watersportvereniging Nautica. En zij staan te boek als lichtschip. Dat wil zeggen, dan moet je behoorlijk in je licht zitten, dan mag je meevaren. Ik heb ze al gehoord, al die goede tips. Maar ze werken nooit en toch ga je het niet laten. Nee, je kan het niet laten. Ah yeah, ergens in haar blik. Dan zie ik dat er iets, ah iets veranderd is. En ik geloof mijn ogen niet. Ze kan het niet laten, ze springt op de tafel. Daar gaat ze, daar gaat ze. Ze kan het niet laten, ze springt op de tafel. En daar gaat ze. Het mooie is dat er natuurlijk een aantal jaren geen gondelvaart is geweest. En je ziet hier een nieuw verschijnsel. Dat was met de laatste gondelvaart nog niet zo heftig. De mobieltjes doen overwerk vanavond. Mensen staan allemaal zelf te filmen. Staan Facebook live te doen. En dat is natuurlijk ook de moeite waard. Want wanneer je een fotoliefhebber bent, dan kan je vanavond je hart ophalen. Wel een beetje goed het licht instellen. Nou, watersportvereniging Nautica heeft er in ieder geval zin in. Ik zie op het achterdek dat daar al behoorlijk gedanst wordt. Wat die mevrouw precies in haar hand heeft, weet ik niet, maar het heeft iets van vuurwerk achter. Het blauwe licht. Ik zeg, weet je wat het is, ben? Ik voel me sexy als ik dans. En voordat je het weet is de hele lange haven gewoon één discotheek. Maar je ziet het, je hoeft niet bang te zijn dat je wat mist. Het tempo is heel rustig aan. Soms wordt er ook gewoon even stilgelegen. Dat heeft waarschijnlijk met de bruggen te maken.
Want zoals gezegd, ja, drie bruggen te passeren. Daarvan moeten er altijd, daarvan moet er altijd één open blijven. Die andere twee die mogen open. Want je moet natuurlijk altijd rekening houden met noodverkeer. Nou, voorlangs gaat er één, die doet niet mee. Die vaart gewoon aan de zijkant even gezellig mee. Het mooie van dit soort muziekjes is dat ze altijd tijdloos zijn. Onder het motto, het is maar één keer feest. Nou, ik hoop dat u zit te genieten thuis. Dit is Loek TV Live. We zenden de gondelvaart uit. Na een aantal jaren weer present bij de Brandersfeesten. En wij zitten, dat zal ik u eerlijk zeggen, ook wij zitten gewoon lekker te genieten. Er valt zoveel te zien en zoveel te horen. Nou, we hebben tot nu toe twee schepen gehad. De scouting van Haren en de watersportvereniging Nautica. En we gaan, zoals dat heet, op zoek naar nummer 3. En we zijn benieuwd wie daar achteraan komt. Nou gaan we even kijken dat we niet op het verkeerde been gezet worden. Brian, ja, misschien wat dichterbij. Als het goed is, zou dit de Koninklijke Roeiersvereniging zijn. Koninklijke Roeiersvereniging Eendracht. En dat zou wel eens uit Rotterdam kunnen zijn. Voorheen was het overigens zo dat de boten werden natuurlijk beoordeeld door een jury. En dan zult u denken, nou, de boot of het schip met de meeste licht en het meest geluid wint altijd. Maar dat hoeft helemaal niet. Er is ook nog wel eens een heel klein jongetje in een heel klein bootje. Die zat helemaal achter in de gondelvaart met een lamp en een kaarsje en zijn broertje, geloof ik. En die hebben ze toen unaniem tot winnaar uitgeroepen. Ja, dat was natuurlijk wel hartstikke leuk. En dan had je het schippersbal in de Korenbeurs. Heb je even voor mij, mag niet ontbreken, maar als ik het goed hoor is het niet Frans Bauer. Ah, dit is fantastisch. Live gezongen. Gondelvaart 2017, lieve mensen, geniet ervan. Nou, dat zal toch de late uurtjes wel doorgaan op dat schip. En dat moet je hebben, hè? Deze muziek moet je een beetje hebben om warm te blijven. Want gevoelsmatig voelen we hem dalen, de temperatuur. Maar de stemming zit er goed in en dat is belangrijk.
altijd leuke discussie is, hoe lang bestaan die brandersfeesten nou altijd? Je kan daar met mensen die ooit betrokken waren bij de organisatie over hebben. We hebben Ruud Piaar gehad, we hebben Frans Eikenbroek, helaas overleden hebben we gehad. Marie Dingenhouts weet er een hoop van. Maar de vraag blijft altijd, de hoeveelste is het? Nou, daar is een soort discussie over. En dat zit in 2 jaar verschil. En waarom dat is, dat weet niemand. Maar het is altijd leuk om uit te vinden. En er hebben wat mensen meegedaan. Nou, dit keer de brandersfeesten georganiseerd door het centrummanagement onder andere. Fondse Okkersen. Ja, kijk, dat is mooi. Nou, volgens mijn lijst zou dit dan de watersportvereniging Katwijk zijn. Ieder jaar present. Tenminste, in de voorgaande jaren toen de gondelvaarden er waren. Weet ik uit mijn hoofd dat Katwijk altijd aanwezig was. Ja, en die brandersfeesten, lieve mensen, dat zult u misschien ook wel van jongs af aan hebben meegemaakt. Kijk, hij vaart hier langs, dat is wel leuk. Kunnen we zo even naar binnen kijken. Nummer 14, ja hoor, dat klopt. Watersportvereniging Katwijk. En het mooie is altijd, tenminste dat is niet mooi om te zien, maar dat is altijd op zondagavond of maandagochtend. Dan is het een gekkenhuis in de Lange Haven. Want ja, heel veel van deze mensen die gaan dan natuurlijk weer naar hun eigen lichtplaats toe. En dan, dan staat de brug wel heel veel open, dat kan ik u vertellen. Brandersfeesten zijn eigenlijk een beetje ontstaan onder het motto van ja, er is nooit eens wat leuks te beleven in Schiedam. Nou, toen kwam natuurlijk de bekende discussie van wanneer zullen we dat dan doen? Want mensen zeggen dan ja, dat moet je dan tijdens de zomermaanden doen. Maar ja, mensen zijn op vakantie, ook weer lastig. En toen kwam september in beeld en dat werd hem toen. Nou, de eerste brandersfeesten waren heel klein van opzet, maar supergezellig. Was nog een beetje in de stijl van de Dixieland. Dit is de boot van de Jazz Distillery. Love and Marriage. Van Al Bundy. Wie kent hem niet? De serie van Al Bundy. Nou, volgende maand. Heel spannende maand voor de Jazz Distillery. Want dan zijn zij aan de beurt in oktober met een fantastisch muziekevenement. Organisatrice Nathalie Lans is er al maanden mee bezig. Moet u wel teleurstellen. Hij lijkt er wel op, maar het is niet de echte Frank Sinatra. Nou, wanneer u van goede jazzmuziek houdt, hou de maand oktober in de gaten. Dat wordt een weekend vol met grote namen die naar Schiedam toekomen. Nou, ik was een beetje aan het vertellen over de beginjaren van de gondelvaart. Ja, was kleinschalig. Was leuk, waren wat evenementjes. Was veel muziek op straat. In het begin was dat met name Dixieland muziek. Later werd dat de bluesnacht. Nou, zo zijn er nog wat andere thema's geweest. En dat was ook in de tijd dat mijn collega Henk Groenewegen met zijn vrouw Sonja zo'n beetje sliepen bij de VVV. Want er kwamen grote namen naar Schiedam. Ik weet wel, een van de hoogtepunten was toen Gordon. Was nog in zijn jonge jaren, was fantastisch. Dit is de boot van de familie Jongepier. En die hebben als thema de kapper. Van Loenen, nou u ziet het zelf staan. Betekent dat hij 2 in 2 is geknipt, want ik heb hem 2 keer op mijn lijstje staan. Dus dat betekent gewoon dat er zo nog een deel 2 komt. Maar mocht u nog uw haar willen laten knippen, nou vanavond niet meer. Ik zou gewoon reserveren voor morgen. Dan wordt u eventjes geknipt en geschoren zoals dat heet. Nou, die beginjaren om daar gewoon weer rustig mee door te gaan. Ja, dat was heel erg kleinschalig. Maar wel gelijk heel erg druk. En toen werd het een succes. En u weet het, ja, succes is heel lastig. Want er moet aan de ene kant gegroeid worden. Aan de andere kant moet het niet uit je handen lopen. Hele discussies zijn er geweest. Welke locatie is er nou ideaal? Mooi voorbeeld is bijvoorbeeld bij Chic. Chic normaal gesproken altijd natuurlijk bij hun eigen locatie. Zitten nu op de Korte Haven in verband met de verbouwing.
Nou, hier is het weer dik pret. Ik zie daar een beer. En we gaan even kijken welke boot dit is. Het ziet er wel gezellig aan boord. Nou, ze hebben de eigen disco op die bij zich, dat is wel makkelijk. Nou, u hoort hem, hij gaat gewoon letterlijk nu een meter naast ons schip voorbij. Ja, het mooiste blijft toch wel de gezinnen met de kinderen. Wat een beleving is dat. En laat weer, ik wezen, je bent nog niet thuis. Dus dat wordt laat vanavond. Ook voor papa en mama fijn. Morgenochtend misschien wat langer doorslapen. Hoewel, u weet het met kinderen, ze zijn onverwoestbaar. Morgen om 6:30, dan ligt u in uw bed weer te spelen. Ik zie wat jij niet ziet. We gaan eens even kijken welke kandidaten wij nu weer voorbij zien varen. Want ik zeg het, het is voor ons even een beetje een gok van staat er een naam op? Zit er een nummer bij? We krijgen hier in ieder geval Pieter van der Most met zijn vrienden van de techniek. En ik heb zomaar het idee dat dit wel eens watersportvereniging Nieuw Waterweg kan zijn. Het is in ieder geval daar volop feest aan boord, dat kan ik u wel vertellen. Nou, een boot die in ieder geval goed herkend wordt. Creever Events, boot nummer 9 zitten we. Nou, Creever Events, u weet het, dat is van John van Oudenaarde. De man die vroeger de Maasboulevardfeesten deed. En die dacht, weet je wat, na zoveel jaar Maasboulevard, ik ga lekker een bedrijfje beginnen. Nou, het is één groot feest. Je kan daar elke maand wel naartoe en ik geloof dat ze ook weer deze maand, eind deze maand of begin volgende maand, weer een geweldig feest hebben. Beetje in de Tiroler sfeer. U moet dan maar denken aan de Duitse bierfeesten. Dus dat gaat ongetwijfeld weer een knaller worden. En of er nog plaats is, want u weet het, die feesten zijn heel snel uitverkocht. Moet overigens P van de M-techniek, Pieter van de Mos-techniek, wel even dank zeggen. Gisteravond hadden we even een klein technisch probleempje met een kabeltje. En binnen 3 seconden kreeg ik keurig antwoord op mijn appje. Hij had er een liggen. Nou, gelukkig was het niet nodig, maar dat is collegialiteit. Want op zo'n feest heb je elkaar gewoon hartstikke hard nodig. Dit zou wel eens een klein verrassend scheepje. Dit is, ik kan het net niet lezen, Power Oriental. Dat zou het bootje van Martin moeten zijn. Power Rental NN, dat zegt mij niet zoveel. Hij staat als nummer 8 genoteerd met de naam Martin. En het is een lichtscheepje, dus in dat nou, wel mooi. Kijk, op de achterkant, prachtig. Nou, voor de mensen die zojuist hebben ingeschakeld, dit is Loek TV Live. Uw eigen stadsomroep, uw eigen lokale televisie. En wij zenden live sinds een aantal jaren weer de Gondelvaart uit. En daar zijn wij zelf ook heel erg blij mee, want daar waren we voorheen bekend om. Kijk eens even, ja, prachtig, dat is echt mooi. Ja, een aantal jaren niet natuurlijk. De kaders werden hersteld, maar we zijn wel weer blij. We zijn wel weer blij dat we erbij zijn. Want dit is toch weer een stukje stadsomroep waar je u tegen zegt. Ondertussen moet ik u ook nog even vertellen dat ook vanuit het buitenland meegekeken wordt. Dat is altijd wel leuk. Ik ga de familie Bouwhuizen die in Spanje zit, ga ik in ieder geval een heel fijne vakantie wensen. We hebben mensen in Amerika, Brigitte zit te kijken in Amerika. Nou, kortom, zo kan ik wel een heleboel mensen opnoemen. Maar kijk toch eens eventjes, lieve mensen. Dit is Schiedam. Wat is dit mooi. Eigenlijk een soort varende bedriegertjes. U kent ze wel, hè? Zomers altijd eventjes bij de bedriegertjes in Schiedam op het grote plein lopen.
En dan maar hopen dat je niet nat wordt, maar het is wel de bedoeling. Maar dit is wel heel erg mooi, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en voor de mensen die van buiten afkomen, van buiten Schiedam, en die dit nog nooit gezien hebben, die zullen toch wel denken, nou Schiedam, dat ziet er toch wel heel fantastisch uit, zeg. En je hoort het ook langs de kant, hè. Mensen zijn daar heel makkelijk in. Als het mooi is, dan wordt er getoeterd, dan wordt er geapplaudisseerd. We gaan eens even kijken. We hadden er net nummer 7 gehad. Ik denk dat dit watersportvereniging uit Wassenaar is, schat ik in. Er wordt voorzichtig ook meegekeken, maar het ziet er in ieder geval gezellig uit. Laten we dat vooropstellen. Beter op zo'n schip dan op een koude fiets in de regen achterop, zullen we maar zeggen. Ja, en dit is ook een beetje toch de kracht van lokale televisie, lieve mensen. Daar heb je lokale televisie voor. Niet iedereen is in staat om hier naartoe te komen. En dat betekent gewoon dat je lekker thuis gaat zitten kijken wat voor moois er op die gondelvaart allemaal te zien is. En ik hoop dat de ambiance en de sfeer ook bij u thuis in de huiskamer overkomt. Wij zien de stokerij. Wij zien daar de stokerij voorbij. Nou, u weet het, de stokerij is een toneelgezelschap wat neergestreken is in Schiedam. En zij doen fantastische voorstellingen. Binnenkort het stuk van Lange Wapper en Sophie. En zij zijn daar natuurlijk bij. Ontzettend Koen en Anne. Koen en Anne, die zijn de grote motoren achter de stokerij. En zij hebben een fantastisch verbond gesloten met het theater. Ja, en dat is natuurlijk op hun lijf geschreven. Maken straatvoorstellingen, maken kindervoorstellingen. En u weet het, heeft u nog knuffeltjes thuis liggen? Het toneelstuk wat er binnenkort aankomt, daar zitten knuffeltjes in verwerkt. Gooi ze niet weg, maar breng ze langs in het knuffelpand op de Hoogstraat. De Stokerij Schiedam presenteert Kleine Sophie en Lange Wapper. 20 tot 23 december. Koop nu kaartjes, dames en heren, dat kan. Nou, dat kan je wel aan Koen overlaten. Die kan ook op de markt staan. En dat is toch waar Schiedam sterk in is. We mopperen wel eens op de stad. We zijn het er wel eens niet mee eens. Maar op zo'n avond als vanavond, dan staan hier weer allemaal eensgezinde Schiedammers. En dan staan we toch allemaal weer te kijken. En toch te genieten van, kijk, dat is ook Schiedam. Hier heb ik de boot waar ik me op verheugd had. Neschio. Nou, u weet, Neschio, dat is literatuur. Dat is het literair gezelschap uit Schiedam. We hebben een literair gezelschap. Dat is een club die komt bij elkaar. En die bespreken gewoon allerlei boeken. Houden gezellige avonden. En is ontzettend leuk om eens een keer langs te gaan. Zeker wanneer u echt van literatuur houdt. Een nieuwkomertje, zullen we maar zeggen. Nou, u ziet het, ook een boot gezellig verlicht. Dat is een lichtschip, zo heet dat hier bij de organisatie. Maar laten zich toch eventjes van een goede kant zien. We gaan wel langzamerhand, dit zou boot nummer 4 zijn, dus we gaan langzamerhand. En ik kijk even op de klok, 9:45 geweest, Tina, klopt hè? Nou, dan zitten we keurig op ons draaiboek. Dan zou dit de watersportvereniging Katwijk nog een keer zijn. Want ja, er komen meer schepen uit Katwijk. We hebben er al een keer een gehad, het is een kanjer. Nou, een kanjer is een mooi schip. En is ook een lekkere stroopwafel, voor het geval u aan de koffie bent thuis. Of misschien een lekker borreltje, je weet het maar nooit. Advocaatje, slagroom. En dan gaan we ons langzamerhand opmaken voor de laatste twee. En dan moet ik een compliment aan de organisatie geven. Het is ook wel eens jaren uitgelopen. Had ook te maken met bruggen die ineens open en dicht moesten. Maar wat het draaiboek betreft, tussen 9 en 10, nou, daar is geen woord van gelogen. Nou, nogmaals, u ziet aan de kant, het is niet stilletjes. Er zijn heel veel mensen op afgekomen. En het is ook te hopen, dat zeg ik er ook altijd maar een beetje bij, dat die mensen, natuurlijk met kinderen ga je naar huis toe, met kleine kinderen, maar dat die mensen ook nog even lekker de stad in gaan. Leuk voor de horeca, ook eens even wat andere klanten zien. Ja, en dit is er een, die is er altijd bij. Dat zijn de rietzeilers, nou, dat hoef ik u niet uit te leggen. Dat zie je al van verre aankomen. Altijd een fantastisch schip. Rietzeilers, de Schiedamse carnavalsvereniging. En ook voor hen gaat het weer opschieten. Want u weet het, hè, 11-11 komt er weer aan. En dan krijgen we meer informatie. Wie wordt de nieuwe Prins Carnaval?
Dan krijgen we de bal met het witte en het zwarte schaap. Ja, geweldig. En Schiedam is niet een carnavalstad van we doen het allemaal. Maar ik kan u wel vertellen, de feesten die gegeven worden, die zijn gewoon fantastisch. Dus wellicht dat het slim is om nu maar eens af te spreken dat we daar eens wat meer aan gaan doen. Ook wanneer ze de optochten doen. Ik zie daar een jeugdprins staan en een jeugdprinses. Zo hoort dat natuurlijk ook. Ja, kijk, en dit is natuurlijk een schip, dat ziet u ook. Daar is aandacht aan besteed. Fantastisch. Het doet een beetje denken aan carnaval in februari. Dat is echt in de schip. Nou, de Raad van Elf, ja. Ik bedoel, daarvoor zit je in de Raad van Elf. Om dit soort dingen mee te maken. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Nou, we zullen eens even vragen waar de consumptiebonnen liggen. Dan gaan we zo lekker wat bestellen. Ja, en daar staan ze natuurlijk, hè. Daar staat de echte Prins Carnaval. En nogmaals, we zijn natuurlijk nieuwsgierig wie het dit jaar gaat worden. Nou, deze hoeft zichzelf niet aan te kondigen. Dat doet hij zelf wel. Volgens mijn lijstje zou het de brandweer moeten zijn. En dat zou zomaar kunnen. Schip nummer 1, de brandweer Schiedam. Nou, fantastisch. Toch ook leuk dat ze ook meedoen. En terwijl wij al die schepen voorbij hebben zien gaan, lieve mensen, hebben wij zoiets van, nou, dit is toch een fantastische start. Brandersfeesten 2017 gaan de geschiedenis in met weer een gondelvaart. De kaders zien er weer tiptop uit. De mensen kunnen er weer naartoe. En dat betekent ook, en dan gaan we even vooruitblikken, strakjes de intocht van Sint-Nicolaas. Ik heb hem een aantal keren mee mogen maken. Ik kan u vertellen, niets mooiers dan dat. Dus straks in november staan we hier weer allemaal. Wij gaan eens even beraadslagen wat wij gaan doen. Gaan wij nog eventjes door of gaan wij langzamerhand toch ook afbouwen? Want dit was volgens de laatste. We laten u nog eventjes een beetje een impressie zien. Maar ik kan u wel vertellen dat wij in ieder geval met plezier kunnen zeggen dat deze brandersfeesten met deze gondelvaart in ieder geval weer een topper gaat worden. En dat betekent ook dat we pas op de helft zijn. U wordt geacht vanavond thuis vroeg naar bed te gaan. Hier wordt het allemaal heel laat. Maar de mensen die thuis vroeg naar bed gaan, die worden morgen allemaal verwacht. Nou, en dan kunt u eindeloos rondwandelen. Ik ga u wel adviseren even daar goed over na te denken wat betreft de kleding. Het wordt morgen warm. Er staat weinig wind. Het is heel druk. Wanneer u slechte been bent of u maakt gebruik van een rollator of iets anders, kijk goed welke route u gaat nemen. Want voordat u vast komt te staan, zou dat een heel vervelende ervaring zijn. Dus wees slim, wees op het weer voorbereid en kijk eventjes. Mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de Lange Haven. Wat u niet ziet aan deze kant is het altijd morgen heel druk. Maar wilt u ook genieten, maar bent u wat minder goed ter been of andere omstandigheden, ga dan aan de kant lopen waar wij zitten. Daar heeft u veel meer ruimte en dan kunt u net zoveel genieten. Ik ga u langzamerhand vertellen dat deze uitzending mogelijk werd gemaakt door Tino Damen, Brian Koopman, Robert Raven, mijn naam Jan-Willem de Boer. Wij laten u nog wat beelden zien, maar wij hopen in ieder geval dat we met deze live uitzending van de lokale televisie uit Schiedam, de Stadsomroep, of gelukkig zoals Schiedammers zeggen, Look TV Schiedam, dat we weer helemaal u tevreden hebben kunnen stellen. U kunt zien wat we doen als vrijwilligers bij de Stadsomroep. En laten we hopen dat we deze continuïteit weer helemaal groeiende gaan maken. Ik kijk eventjes naar de schakelbaas naast hem. We gaan nog eventjes, we gaan afronden. We gaan afronden, lieve mensen. Dat betekent voor ons nog eventjes een klein beetje opruimen. Ik wens u thuis, alle Schiedammers die gekeken hebben, of waar ook ter wereld, via het internet of anders, ik hoop dat u het leuk heeft gevonden. Wij hebben geprobeerd een impressie te maken van deze gondelvaart. Wat ons betreft, wij wensen u een heel fijne avond. En graag tot de volgende keer.